Als iedereen belofte zei, dan kan ik het even laten zien. Want ik ben hier in opdracht van zijn majesteit de koning. En het heeft hem behaagd, ik ga straks vertellen waarom, maar ik wil nu meteen vertellen dat het heeft hem behaagd, zijn majesteit, om jou, Frank van den Bos, te benoemen tot de ridder in de orde van Oranje Nassau. Want het is geen kattenpis waarom je een koninklijke onderscheiding krijgt. En ook niet waarom je dan niet alleen wordt onderscheiden als lid in de orde van Oranje Nassau, wat heel veel mensen een fantastische eer vinden, maar dat je zelfs ook nog als ridder wordt benoemd. En in die zin, ja, de nieuwe voorzitter is dat al. Dan denk ik, ja, dan moet degene die weg had toch op zijn minst op hetzelfde niveau genomen. Frank van den Bos, die is een mens die bekend staat, en dat is dus ook een reden voor zijn onderscheiding, dat hij zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. En dat geruime tijd, dat is inderdaad al heel lang, want al vanaf 1998 tot 2020 heeft hij zich ingezet als ouderling in de gereformeerde kerk van Spakenburg-Zuid, Maranatenkerk, waarin je 4 periodes als ouderling hebt gedaan in die jaren, die ruim 20 jaar. En daar zag hij kans toe, ook op het moment dat hij actief was natuurlijk bij zijn werk als bij de VEBO, waarvan hij natuurlijk ook jarenlang hoofddirecteur is geweest. Maar als je dan directeur van zo'n bedrijf bent, dat is je werk, en voor je werk krijg je geen koninklijke onderscheiding. Maar je hebt daarna nog kans om er nog wat werk te doen waarin iedereen profijt van heeft. Daar was je penningmeester van 2005 tot 2013 van de Vereniging van Fabrikanten van Bouwelementen voor Betonconstructies en ook de Associatie van Betonfabrikanten van Constructieve Elementen, thans het Betonhuis Constructief Prefab. 200 aaneengesloten betonmortelfabrieken, en daar heb jij als penningmeester jarenlang voor ingezet, en tenminste als we iemand de portemonnee moeten toevertrouwen, dan is dat Frank wel. Je hebt daarnaast heb je ook na de periode dat je dus actief was bij als, in het dagelijks werk, heb je werkzaamheden opgepakt van 8 jaar lang lid van de Raad van Toezicht van Zorg en Wooncentrum De Haven, waar je ook lid was van de Financiële Commissie. Dat heb je er ook bij gedaan, maar toen kwam de hoofdmoot van jouw vrijwilligerswerk. En dat is dat je in 2002 eerst bezig bent geweest met de werkgroep herstructurering organisatie IJsselmeerbobbels, dus eerst het bedje spreien waar je later in kon stappen. Voorzitter van de bouwcommissie ben je in die periode ook nog geweest, maar vanaf 2014, dus nu 8 jaar, voorzitter. En we zijn hier op de Westmaat, en als de, zeg maar, hier de jongens eens moeten voetballen en meisjes morgens, dan kon het wel eens guur zijn. En dan zei hij, ja jongens, en zeker voor de tegenstander, als het zelfs op de 3-0 achter was gekomen, hè. Maar ze niet gewend zijn om aan het water, ik zei aan de Spakenburgse stranden, om het zo even te zeggen. Aan die Spakenburgse stranden, daar kan het best wel eens guur zijn. Dat heb je als bestuur en als voorzitter, heb je dat ook ondervonden. Want hoe hou je die club op koers, en hoe hou je de leden erbij, en hoe ben je een thuis voor al die rooien. En voorzitter van de sponsorcommissie en voorzitter van het bestuur. En je hebt onder jouw leiding zijn de verenigingen, is de vereniging op orde en staat er hier een fantastisch complex. Het is allemaal mooi, het is zo goed geregeld, het is allemaal fantastisch. En nu, hè, zo is het helemaal goed. En nu komen de sportieve prestaties ook, die komen ook, absoluut. Maar dat is in ieder geval allemaal gezaaid. En dat werk, wat je gedaan hebt, hebben we allemaal boven water gekregen. Daar heb ik mensen voor gebruikt die me wilden helpen. Paul Sneep voor de haven, Reinier van Aalburg, die ook aanwezig is, Rick van Dierenmen voor de VEBO, Barend Hop als lid van mijn commissie, vanuit de Maranatenkerk,
als lid van mijn commissie die mij adviseert over wie kan er voorgedragen worden. En het bestuur van IJsselmeerpolders dat het initiatief heeft genomen om jou voor te dragen voor deze onderscheiding. Om die uit te reiken vanavond op die ledenvergadering. Moet die datum weer veranderd. Alle ambtenaren in Den Haag oversturen. Dat stond 9 november. Want het is allemaal gelukt. Het is 1 november geworden. Het is helemaal rondgekomen. En zodoende mag ik jou de versiers dan overhandigen. Het draaginsigne hoop je net te pakken. Maar vandaag en op Koningsdag, of op andere mooie momenten, mag jij deze prachtige versierselen als ridder in de Orde van Oranje Nassau dragen. Van harte gefeliciteerd! Hier nog een keer dat het echt allemaal waar is. En ik denk dat ze het wel goed gedaan hebben. Jouw. De Orde van Oranje Nassau. God zij met ons. Zijne Majesteit de Koning, grootmeester van de Orde van Oranje Nassau, heeft bij zijn besluit van 3 oktober 2022 Frank van der Bos, geboren te Bunschoten op 15 augustus 1962, benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dit is nu allemaal veel te gek en dat voelt een beetje ongemakkelijk. Meestal heb ik mijn woordje maar klaar, maar in dit geval is dat best moeilijk. Ik moet even terugdenken aan mijn eigen vader, die ook ooit geridderd geweest is. Dat schoot net wel even iets door me heen. Ik denk dat hij, ondanks dat hij niks met voetbal had, dat hij nu ook eer en trots zou zijn. Dus dat wil ik even noemen. En uiteraard ja, wil ik jullie allemaal bedanken. Net al een dankwoord gedaan. Ik zie allemaal bekenden staan. Dus dat zal allemaal wel even gezellig worden. De burgemeester natuurlijk, fantastisch. Ik heb hem ooit een beetje in verlegenheid gebracht door te vragen om hier de zaak te openen. Toen keek hij een beetje moeilijk van ja, als ik daar aan begin. Maar dat deed hij ook, dus wat dat betreft, die roodblauwe sokken, dat is gewoon onzin. Want we zullen niet vragen of hij zijn onderbroek wil zien, maar ik weet zeker dat hij een onderbroek hartelijk dank, uiteraard ook mijn collega's, dus jullie allemaal. En ik denk dat we wel een Mr. Margaret Rutte, mogen we een borrel hebben? Die wij niet. Dankjewel. Super, dankjewel.